We gaan praten over uh, het Ruto Festival dat gehouden zal worden en in de studio hebben we de voorzitter van Ruto Fest, Samantha Jabini. Goedemorgen, welkom in de Goedemorgen, Taki. goedemorgen. Ja, Samantha, als we praten over Ruto Fest, misschien dat je ons toch wel kan vertellen wat doet de organisatie allemaal? Uh, Ruto Fest is een festival waarbij we eigenlijk bezig willen zijn met onze roots uh -huh. uh, onder begeleiding van entertainment, uh, gezelligheid, eten en drinken, maar ook echt ondernemerschap. Ja, hoe lang is de organisatie, of bestaat de organisatie zeg maar? uh, De Routefest is echt heel nieuw. We zijn begonnen in. We willen beginnen in Suriname okay. uh, met dit concept. En we willen daarna hierna naar Curaçao, Jamaica. En we hebben nog een paar landen die we willen bezichtigen met deze festival. Ja, waarom is er uh, voor gekozen van ENE &E om te teruggaan naar de roots? Uh, het is een persoonlijk verhaal van mm -hmm. mij en uh, mijn team. Uh, dat wij in, zeg maar, in moeilijke situaties toch wel ja. weer terugkeren van wie zijn wij. Ja. Waar zijn wij? En we worden dan van daaruit begeleid naar een betere plek. Dus een beginstadium, daar gaan we terug. En dan vinden we onszelf weer en dan kunnen we weer verder. En ik denk dat we in Suriname nu echt wel weer moeten gaan kijken. Wie zijn wij? Wat kunnen wij? En waar gaan we naartoe? Ja. Uh, deze uh, bewustwording uh, leeft het onder is het één gemeenschap, uh, één bevolkingsgroep of is het, zijn het verschillende bevolkingsgroepen? Het zijn verschillende bevolkingsgroepen. Uh, okay. Ik moet wel zeggen dat ik zeg maar, ook meer mijn roots aan bij te mm -hmm. heb gebracht, maar het is echt zeker wel mogelijk voor meerdere bevolkingsgroepen om hunzelf te kunnen vinden. Dus wij hebben ook in dit festival ook aan alle bevolkingsgroepen gedacht. Yeah. Om een eenheid eigenlijk. Het is Suriname. Dus we hebben ook echt aan heel Suriname gedacht hierin. Ja, merk je zelfs Samantha, dat die bewustwording, als we, daar komen we misschien een stukje terug naar de jongeren, dat dit niet uh, genoeg is onder de jongeren? Of no? Ja, ik merk dat er gewoon echt tekort aan kennis is. En ja. door tekort aan kennis raken wij vaak gewoon de weg kwijt. Ja, hoe, hoe denk je dat dat toch komt? Want er zijn toch wel veel organisaties die bezig zijn met kennisoverdracht. Hè? Niet interessant genoeg? Hmm. De highlights zijn niet interessant uh -huh. genoeg. De, de, de voorstellingen of de optredens of de manier hoe het gedaan wordt is niet interessant genoeg. Uh -huh. Ik denk dat, deze, dat in deze tijd de jongeren moet pakken om gewoon... Um, op de manier hoe ze gewend zijn um, te feesten of wat dan ook, stiekem iets erin te gooien. Ja, dus, en dat uh, is wat wij met Ruto Festival uh, ja, dus willen een lezing is niet boeiend? Nee, 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 want daar zou ik zelf ook niet naartoe gaan. Ja, dus, oké. Okay, okay. Ja, zo'n ja, so Ruto Festival. Uh -huh. um, Um, je gaf net aan, het wordt niet alleen in Suriname. De bedoeling is dat jullie gaan naar andere landen. Ja, cool. um, ligt het in de bedoeling dat wanneer we bijvoorbeeld gaan naar Curaçao, dat we gaan praten over de roots vanuit Curaçao? Of zijn het de Surinaamse roots daar? Hoe moet ik dat zien? Combinatie. We gaan wel steeds meer de Surin We gaan Suriname. Um, hoe we dan nou, zeg maar, naar Curaçao gaan, dan nemen we Suriname mee met Curaçao. Dus we proberen eigenlijk op een gegeven moment één groot geheel te vormen als we ja. uiteindelijk bij elkaar komen. Dat we gewoon zien van er zijn roots in Curaçao, er zijn roots in Suriname, maar uiteindelijk komen er allemaal zeg maar, bijvoorbeeld uit Afrika of uit India. Dus we proberen ze eigenlijk bij elkaar te brengen. Dus mm -hmm. we zullen elke plek waar we gaan, nemen we een stukje van de vorige mee. Ja, als je, als je toch misschien een tipje van de sleur, want ik, 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 als we gaan praten over roots, dan praten we een beetje over geschiedenis. Ja. Uh, hoe moet ik dat nou zien? Ik kom daar, zo'n festival, en die geschiedenis wil je aan mij overbrengen natuurlijk op een, een interessante, spannende manier. Hoe gebeurt dat? Uh, ik zal even een, een tipje van de sleur over ja. de dagactiviteiten de ja, dag, ja. uh, geven. We hebben de dagactiviteiten waarbij we stands hebben, uh, ik hmm. zei ook het business gedeelte, okay. waarbij we stands hebben waar ondernemers zichzelf kunnen profileren, kunnen hmm. verkopen. Um, maar we hebben ook workshops uh, waarmee mensen kunnen leren om nieuwe ja. dingen te kunnen doen. Een um, stukje cultuur waarbij mensen voorstellingen zullen geven. Kinderen kunnen komen aan de pas met uh, activiteiten voor kinderen. Um, maar ook talenten, waarbij ze ook mini-playback-shows en dat soort ja. dingen uh, kunnen, zich kunnen aanmelden op de festivals zelf. Zeg maar. En in de avond hebben we dan weer voor de. Wat jongeren die echt gewoon echt van feesten houden, ja. hebben we ook echt een line-up waarbij uh, wij ook over hebben nagedacht. Het is een line-up waarbij we weten van artiesten hebben een boodschap. Mm -hmm. uh, en daar hebben we echt specifiek naar gekeken van positieve boodschappen. Um, zodat, want ik geloof wel dat je mindset echt wel gevoed moet worden. En als het gevoed wordt met negatieve dingen of met dingen waar ik eigenlijk niet ten voordeel van jou kan zijn, op den duur ga je erin geloven en ga je erin leven. Dus we proberen het eigenlijk een beetje te sturen door... Mm. Te selecteren welke artiesten we laten komen uh, in de positieve ja. zin wat hebben ze te bieden wat hebben ze te vertellen aan aan de jongeren bijvoorbeeld ja. uh, maar we hebben ook echt, zeg maar internationale artiesten bijvoorbeeld vanuit Nigeria uh, een bekende artiest die echt wel een bekende naam is uh, niet alleen in Suriname, maar echt heel wereldwijd. Dat is Omele. En hij is echt een van de main acts van, de van het festival. Maar hij heeft ook echt altijd een boodschap. Hij ja. vertelt ook echt over zijn depressies of over depressies. Hij komt erover uit. En dat is e eigenlijk iets wat wij willen laten zien ja. met deze festival. Ja. Je sprak net uh, dat er ondernemers aanwezig zijn. Ja. Um, de ondernemers zullen ze, um, is het dat zij um, um, ja, hun waarde, hun producten dat ze. Ter, ter verkoop uh, bieden, is het dat het te maken heeft met hun je, met je roots, hoe moet ik dat zeggen? Nee, nee, dat heeft niet te maken met hun roots, dat is eigenlijk te maken met hun ontwikkeling, okay. hun bedrijfsvoering, mm -hmm. hun, eigenlijk hun inkomen, dat hoort er natuurlijk ook bij. Uh, maar uh, wij hebben het dan gezet in een routefestival, zodat ja, je daar zeg maar oh. ook, je mag je cultuur erin zetten of je roots erin zetten, maar het is niet verplicht, maar wel dat er ontwikkeling komt. Oké, okay. ja. Okay. Ja, wanneer is deze dag zelf? Het uh, is 8, 9 en 10 december in het okay. Live Entertainment Center. Ja, 8, 9, dus drie dagen. Lang. Drie dagen overdag en drie dagen avond. Ja, Druk okay. programma. Ja, de eerste keer dat dit natuurlijk wordt gehouden in Suriname. Ja, Suriname uh, is de kick-off. Ja, de kick-off. We kijken alvast verder uh, naar het buitenland. Is het bedoeling dat we volgend jaar al praten over een Routefest in, in ander land? Ja, we zijn, uh, we zijn druk bezig met februari uh, op Curaçao. Okay. De drukke periode. En in uh, mei in Jamaica. Dus die datum zijn, die periodes zijn al vast. We zijn daar nu druk mee bezig. En de verdere, verdere planning van, de, van het jaar volgt. Echt. Maar ja. dat zullen we zeker wel vier of vijf zijn in het jaar. Ja, betekent het dat de 8, 9, 10 een terugkerend evenement wordt volgend ja. jaar? Ja, dat is wel de bedoeling. Ik weet niet of het in elk land zo zal zijn, maar Suriname nee. zeker. Wat ja. Ja. is het thema? Is er het thema? Aan het festival. Uh, nee, niet echt een thema. Het uh, thema ja. is eigenlijk gewoon de roots, zeg maar, en ik heb zeg maar heel veel van uh, mijn roots en van de organisatie uh, de roots gedaan en dat is echt de uh, Maron en zeg maar Krioos, dat is gewoon Afrika, mm -hmm. dat hebben we meer naar buiten gebracht, maar we hebben ook gelegenheid overdag vooral om de andere roots dat je daar kan zien, de inheemse roots ga je ook heel veel zien, mm -hmm. dus het is eigenlijk het begin van Suriname, uh, het begon met de inheemse en daarna komt de Maron. En dat stukje hebben we naar buiten gebracht. Oké. Okay, ja. okay. Nou, uh, Samantha, hartelijk dan bedankt voor je komst naar de studio ja. en alvast richting december heel veel succes. Dank je wel. Ja.